Peter Hellebrand is dinsdag door het gemeentebestuur in zijn woonplaats gehuldigd voor zijn prestaties tijdens de voorbije Olympische Spelen. De sportschutter uit Brunsum werd in Londen vijfde op het onderdeel 10 meter luchtgeweer staand. Een plek in de finale was de doelstelling vooraf en die missie is geslaagd. Heel eerlijk, je zet in op goud. Laat dat duidelijk zijn. Maar we hebben wel gezegd van nou, bij de eerste keer, de kans dat je goud haalt is heel klein bij onze sport. Realistisch zou voor mij zijn op het niveau waar ik op zat om een finale plek te bereiken. Je hoogste score in de finale, maak je dat niet eigenlijk de morele winnaar? Ja, misschien, weet ik niet. Goed bij ons in de sport, en dat is al jaren zo, telt de voorronde mee. En de finale score wordt erbij opgeteld. Andere sporten is het gebruikelijk dat alleen de finale ronde telt. Dat gaan ze bij ons waarschijnlijk ook aanpassen. Dus in de toekomst dan, zou dat een gouden medaille opgeleverd hebben. Maar goed, je weet van tevoren wat er nodig is. En dan, dat geeft misschien ook, ik weet het niet, ik heb het niet zo ervaren, maar misschien wat minder druk in de finale. Omdat je weet dat het heel moeilijk wordt om toch nog een medaille te eindigen. Naast zijn eigen prestaties had Peter Hellebrand natuurlijk ook oog voor de grootsheid van de Olympische Spelen. Het Olympisch dorp ziet 17.000 bedden staan erin. Een eetzaal naast, gaat twee voetbalvelden groot waar iedereen tegelijk zit te eten. Ja, dat is super. Openingsavond en zo, neem ik aan. Ja, opening ook. Maar dat is heel, voor ons is dat super om mee te lopen en even naar het koninklijk huis te zwaaien, zeg maar. Maar je ziet van de hele opening zelf zie je niks, omdat je staat te wachten buiten het stadion omdat je naar binnen mag marcheren. Dus dat is ja, wel een speciaal het moment dat je naar binnen loopt, maar voor de rest krijg je daar heel weinig van mee. Een van de dingen waar je ook van genoot volgens mij was het aan tafel schuiven bij Max Smees. Ja, tuurlijk. Ja. Dit is toch een bepaalde vorm van erkenning voor je sport. Hè? Onbekende sport. En als je dan bij zo'n bekend iemand als Max Smees aan tafel mag schuiven, dat is natuurlijk heel leuk. Denk je dat je de schietsport in Nederland op de kaart hebt gezet nu? Ja, zeker weten. Kijk hoeveel reacties er zijn gekomen. En bij de thuiskomst in Den Bosch bijvoorbeeld, daar loop je daar toen we naar huis gingen. Loop je langs die mensenmassa, hoeveel mensen daar geroepen hebben, hey, goed geschoten. Ja, dat geeft al aan dat mensen het gevolg hebben en weten wat voor sport je doet. Ja, dat als zo'n onbekende sporter in één keer mensen je gewoon herkennen op straat, en echt wildvreemden herkennen op straat die niks met de sport op hebben, ja, dan kun je in ieder geval wel zeggen dat je het sport op de kaart gezet hebt.